kijken vaak terug op dingen. Ja. Maar we gaan nu eens een keer vooruit kijken. Oh, 2016. Waar worden we enthousiast van in 2016? Ja. We hebben hier een lijst. En wij hebben gekeken waar wij van denken. Dat worden leuke films. En ik doe bij deze vast een voorspelling dat The Nice Guys de film van het jaar gaat worden. Welke film is dat dan? Dat moet je in de vlog kijken. Precies. Niet met je ogen dicht rijden. Precies. We zijn de dood net ontsnapt. Ja. We beginnen met januari. Oké, okay, here we go. The Big Short. Lijkt me een hele vette film. Erin. Zit Jonah Hill erin? Jonah Hill zit er toch in? Niet? Volgens mij zit Jonah Hill daar niet in. Nou, dit gaan we opzoeken. De andere film die, waar ik heel veel zin in heb is vervolg slash reboot slash vernieuwing van de franchise van Rocky. Weet je nog dat we dat spelletje speelden en dat ik toen die tune moest nadoen van Rocky? Ja. Dat ik en toen kregen we ruzie omdat iedereen me belachelijk zat te maken. Ik deed heel goed Rocky. Spijt me. Show me something. Waar ik vooral het meest denk ik van deze titel uitkijk is The Revenant. Ja. The Revenant. Leonardo DiCaprio, gaat hij Oscar winnen? Dit wordt zijn jaar. Het is hem wel gewoon eindelijk gegund. Het is hem zeker gegund. Februari, het is Hail Caesar. Ja, dat is hem. Is it hard? Squeezing it like that? Dat is hem. Dat wordt wel de film van februari. Laten we het maar stoppen met februari. Maart is triest. Waar we wel naar uit kunnen kijken in maart is een nieuwe film van Johan Nijhuis. Rokjesdag. Godverdomme zeg. Bleh. Haat Johan Nijhuis. Batman vs Superman? Nee. Gaan we nu verder naar april. Dan begint het iets zonniger te worden. Jungle Book. Als je van beren leren kan. Maar zit dat nummer erin? Nee, denk ik niet. Als dat nummer er niet in zit, hoef ik hem niet te zien. Dan hoef je hem niet te zien, denk ik. Wel leuk, Bill Murray speelt volgens mij Baloo. En Scarlett Johansson speelt de slang, dus... Ook niet de Engelse versie, gewoon de... Nee, dat gaat er echt niet in zitten. Het wordt wel teleurgesteld als dat nummer niet. Het zal er niet in zitten. Civil War, Captain America. He's my friend. So was I. En dan gaan ze tegen elkaar. Mei hebben we X-Men. Ik vond X-Men vroeger altijd heel tof. Waar ik echt naar uitkijk dit jaar is de film The Nice Guys. In de trailer ziet er echt heel leuk uit. Nobody got hurt. People got hurt. I'm saying I think they died quickly though, so I don't think that they got hurt. Lekker gewelddadige film met twee hele toffe acteurs. The Nice Guys. The Nice Guys. We zijn wel weer in juni. Nu kan ik niet eens lezen wat ik hier heb opgeschreven. Zo kut is jouw handschrift. The Conjuring 2. Ah, de eerste was heel vet. Een goede horrorfilm. Een grote horrorfilm voor het publiek. Hopen dat we dat vol kunnen houden. Ik heb er zin in. Independence Day. Dat is, moet het een beetje de grote zomerblockbuster worden. That is definitely... bigger than the last one. Ja, fuck dat. Volgende. Finding Dory. Okay, is it like a picture? Je weet al dat dit een succes gaat worden. Ja. What was I talking about? Dan krijgen we in juli Ghostbusters. Het is met vrouwen. Het is met vrouwen en daardoor is het wel anders. En er is heel veel haat op internet. Ik zie er niet zoveel problemen mee. Nee. Ik denk dat het een leuke verrassing kan worden. Misschien dat denk wel. Ik zal niet negatief doen. Star Trek. Ik ben heel benieuwd hoe dat zonder J.J. Abrams gaat worden. Het is nou niet dat J.J. Abrams echt een stempel ergens op heeft. Well, that's just typical. Ik zat de trailer te kijken en die schoot wel compleet uit de bocht. Het was allemaal actie. Alleen maar actie. De nieuwe Jason Bourne film met Matt Damon en geregisseerd door Paul Greengrass. Dat is hoopvol. Gewoon cool. Graag zien. Augustus is vrij leeg, maar heb ik toch Suicide Squad staan? Ik ben wel benieuwd. Ik kijk heel erg uit naar Harley Quinn. Huh? September kunnen we gewoon een maand lang dicht. We gaan gewoon lekker op vakantie. Wij gaan op vakantie. We gaan dan vakantievlogs maken, denk ik. Precies. Ja, droevig. Oktober. Ik voel het sarcasme aankomen. Ik weet niet wat het is. Is de nieuwe Dick Maas. Prooi. Het gaat over een leeuw. Ik zou het ook wel troep willen noemen. Nou zijn we alweer in november. Doctor Strange. Nieuwe Marvel film met Benedict Cumberbatch. Het zag wel grappig uit. Ik zag foto's. Kan leuk worden. Billy Lynn's Long Halftime Walk. Het is niet een film waarvan je denkt meteen, hey. Het is een nieuwe Ang Lee film. Regisseur van Life of Pi. En het belooft wat. En dan
is een titel die mij wel heel interessant lijkt, waar ik me eigenlijk ook wel heel erg op verheug. Fantastic Breasts and Where to Find Them. Ja, 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 precies. We zijn in december. Ja. Het eindigt. Drie films, denk ik, hè? Films. Gaat Assassin's Creed de eerste fatsoenlijke gameverfilming worden? Nee, ik denk wel echt dat het wel best wel leuk kan worden. Passengers, een science fiction film met Chris Pratt en Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Het concept is wel intrigerend. Je bedoelt Jennifer Lawrence toch als concept? Het concept van Jennifer Lawrence is intrigerend. Ja. Ja. Dus het lijkt een beetje echt wel interstellar-achtige hardcore science fiction. En daar hou ik wel van. Ja. Nog een Star Wars film. We worden verwend. Dat gaan we de komende jaren gaan we dat krijgen. Gaan we gewoon een, ja, precies. Niet het vervolg op The Force Awakens, maar het is een soort van prequel op die ergens weer tussen de prequels en de originele serie zit. En het, volgens mij gaat het gaat over het stelen van de plannen van de Death Star voor de allereerste Star Wars film. Ja, eigenlijk de eerste echte Star Wars live spin-off. Action spin-off. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Het kan, zal Darth Vader erin zitten? Het zijn allemaal vragen en het ziet er best wel vet uit. Dus dat, ja, er komt wel veel uit. Ja, 2016. Ja. Kom maar op met je eigen suggesties van welke films je absoluut moet zien. Wat gaat ons iets? Waar moeten we enthousiast over worden? Precies. Wat moeten mensen doen? Wat moeten mensen doen, Jasper? Ze moeten ons YouTube abonneren. Ja. Ja. Abonneren. Abonneren. En gewoon lekker films blijven kijken. Film blijf gaan, hè. Lekker blijf films gaan. Kijken. 2016. Gewoon films kijken. Hey, ik denk dat de camera bijna vol is. Hij loopt nog. Hij loopt nog wel, maar hoe lang nog? Weet ik niet. Cut.